Surfingsclub Paramaribo Feliz heeft vanmorgen in verband met Worldwide Week of Surfers to Halt Diabetes het project Diabetische Pedicure en Voorlichting over Diabetes gehouden. De doelgroep was senioren burgers met diabetes van Latour en omgeving. De senioren hebben een pedicurebehandeling gehad en ook meer informatie over de ziekte waarmee zij zelf of een naaste leeft. Volgens Irene van Dijk Hankers, president van Lions Club Paramaribo Feliz, was het doel van deze dag om de seniorenburgers bewust te maken over wat de ziekte is en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Een project uitvoeren direct met de diabetes. En dat hebben wij gedaan. En we hebben gekozen voor Stibula. Het is een groep van mensen die ze zijn niet rijk. Dat ze zich kunnen voorzien van al die dingen die nodig zijn om als diabetes door het leven te gaan. En zo hebben wij dan het project van pedicure en daarnaast een talk gehouden. Om de mensen bewust te maken van waarmee zijn wij bezig, waarmee zijn zij bezig en waarmee is de mensheid bezig. En een deskundige is bijgehaald. Namelijk dokter Berggraaf, maar die kan er vandaag niet zijn, hebben wij zuster Strijdhaftig. En die doet al verschillende presentaties over diabetic. En dat is vandaag gebeurd. En het pedicure is ook gebeurd. Je hebt ze gezien, die mevrouw. En de mensen zijn heel blij. Volgens Marelva Strijdhaftig, die vanuit de Stichting Diabetes Educatie belast was met de voorlichting, was dit een geweldige gelegenheid om meer mensen te bereiken. Zo konden meteen meer mensen geïnformeerd worden over suikerziekte en hoe een gezonde leefstijl erop na te houden. Het doet me goed omdat ik weet dat de boodschap aankomt en dat men waarschijnlijk ook er iets mee gaat doen, zegt zij. De belangrijkste boodschap die ik ze heb gegeven, deze senioren burgers, dat ze letten op hun voeding. Dat ze dus 3 hoofdmaaltijden, 3 tussendoortjes moeten nuttigen. En dat ze niet moeten grijpen gelijk naar rijst, maar dat ze eerst gaan naar hun groentepot, groente zetten op hun bord. Dan een vlees, dat ze maar een klein beetje een ruimte over voor hun rijst, dat ze hun rijst zetten. Maar dat ze ook letten op hun kleinkinderen. Want daar gaat het om, dat ze ook die awareness brengen bij hun kleinkinderen. Dat ze hun kleinkinderen gaan leren wat gezonde leefstijl is. Want daar begint het, want onze jongeren van vandaag zijn, dan is de toekomst van morgen, zeggen we. En als toekomst nu reeds ziek is, wat wordt met ons? Wat gebeurt er met ons die oud moeten worden? Aldus Marelva Strijdhaftig, voorlichter van de Stichting Diabetes Educatie. Zij sprak vanmorgen tijdens het project Diabetische Pedicure en Voorlichting over Diabetes, die de Lions Club Paramaribo Feliz heeft georganiseerd voor senioren burgers met diabetes van Latour en omgeving. Het project is uitgevoerd te Stibula.